Geluid is een golf. Dus wat is logischer om te kijken hoe je geluid kunt opwekken met een muziekinstrument? We gaan verstaan. Een muziekinstrument is een snaar die strak gespannen is. Bijvoorbeeld in een gitaar. Die snaar die kun je een uitwijking geven en weer loslaten. En dan ontstaat er een golf. Let maar op. Op en neer. Ja, hier zie je de snaar eventjes in stilstand getekend en je ziet dus dat er een punt is die maximaal kan uitwijken. Dat is het enige punt trouwens hier dus die de maximale uitwijking kan krijgen en twee punten die een uitwijking 0 hebben. En de maximale uitwijking, dat punt noemen we een buik en de andere twee noemen we een knoop. Die twee termen moeten je bekend voorkomen, want die hebben we ook bij interferentie gehad. Wel, let op. Ja, je hebt dus hier dat ieder punt van de snaar zal tegelijk het hoogste punt bereiken en tegelijk het laagste punt bereiken. Dat is iets anders dus dan bij een lopende golf. En ieder punt heeft een eigen amplitude. Goed, nog een keer dezelfde snaar. Die heeft een bepaalde lengte L. En de vraag is nu eventjes, hoeveel golflengtes zie je op deze snaar? Ja, eventjes een golflengte, dat is één berg en één dal. En je ziet dus hier dat je maar één berg ziet, of één dal, maar niet in ieder geval een berg en een dal tegelijk. Het is of de berg of de dal. Oftewel, je ziet hier precies een halve golflengte. Dat betekent dus dat één golflengte het dubbele van deze lengte is. Wel, als je ook nog weet hoe groot de voorplansnelheid is in zo'n snaar, dan kun je dus de frequentie berekenen met de meest bekende formule die we hebben, namelijk de frequentie is V gedeeld lambda. En dat betekent dus dat je de toonhoogte van de gitaar kunt berekenen. En dat is wel makkelijk voor een muziekinstrument natuurlijk. Ja, de toonhoogte van zo'n gitaarsnaar, op deze wijze opgewekt, dat wordt de grondtoon genoemd. De grondtoon is de toon die een gitaarsnaar laat horen als je hem gewoon eventjes aanraakt en laat trillen. Ja. Wat kun je dan concluderen? Wel, als je de snaar korter maakt, wat gebeurt er dan met de golflengte? Nou, de golflengte is twee keer de lengte, dus als je de lengte korter maakt, dan zal dus ook de golflengte korter worden. En dus, wat gebeurt er dan met de frequentie? Die wordt hoger. Ja, want frequentie is V gedeeld door lambda. En dat gebeurt dus ook met een gitaar. Ja, hier heb je die gitaar. En als je snaar dus korter maakt, dus je zet de vinger bijvoorbeeld hier neer, zodat je alleen dit stukje laat trillen, dan wordt dus inderdaad de snaar korter en de toon hoger. Ja, je kunt dus de toon verhogen door de snaar korter te maken. Je kunt ook een snaar strakker spannen. Ja, dat gebeurt hiermee. Ja, je kunt hier door deze dingetjes aan te draaien, kun je een snaar strakker spannen. En een strakker gespannen snaar, die heeft een hogere voorplansnelheid voor golven. En een hogere voorplansnelheid van golven betekent dus ook weer een hogere toon. Dus op die manier kun je de toonhoogte van een muziekinstrument aanpassen door de lengte van de snaar aan te passen of door de spanning in de snaar aan te passen. Een gitaarsnaar kan ook anders trillen. Let maar eens op hoe dat gaat. Kijk. Ja, nog een keer. Goed, even een schema. Ja, je krijgt dus een vorm van de snaar die aan de ene kant omhoog gaat, maar dan gaat die tegelijk aan de andere kant naar beneden toe. Of andersom, ze gaan hier constant op en neer. En hier gaan ze net andersom op en neer. En in het punt hier in het midden, daar blijft die stilstaan. Dus het punt hier in het midden, dat is dan een knoop. Je krijgt er dus een extra knoop bij. En dan ook natuurlijk een extra buik.
Eventjes opvallend hier is dat alle punten aan één kant van zo'n knoop, dus alle punten hier, hebben dezelfde fase. Alles gaat tegelijk omhoog of tegelijk naar beneden toe. Net zoals hier overigens. Maar een punt links en een punt rechts. Ja, als hier een punt maximaal boven is, dan zullen hier alle punten maximaal beneden zijn. Dus die twee zijn in tegenfase. En net als zo net, ieder punt heeft natuurlijk ook hier weer een eigen amplitude. Als we weer kijken naar de lengte L, dan zie je dus dat nu op de hele lengte er precies één golflengte zit, want je hebt hier een dal en een berg tegelijk. Dus hier is één golflengte over de hele lengte. Er komt dus een halve golflengte bij, maar let op, er komt een halve golflengte bij, betekent niet dat de golflengte groter wordt, want het moet wel op dezelfde lengte worden geplaatst. Dus de golflengte wordt juist kleiner. Ja, zo net was de golflengte twee keer de lengte en nu is de golflengte één keer de lengte. Je kunt in dit geval natuurlijk de frequentie wel weer berekenen, want frequentie is nog steeds V gedeeld door lambda. En de frequentie die je nu krijgt, dat wordt de eerste boventoon genoemd. Ja, dus als je een gitaarsnaar gewoon laat trillen, krijg je de grondtoon te horen. En op deze manier krijg je de boventoon te horen. En omdat de golflengte dus hier kleiner wordt, weet je dat de frequentie hoger wordt. De frequentie is zelfs hier twee keer zo hoog als de grondtoon, want de golflengte wordt twee keer zo klein. Zo kunnen we verder gaan. Ja, je kunt er weer een halve golflengte bij krijgen, zodat je drie halve golflengtes op de lengte krijgt. Nou, weer een halve golflengte bij. En dan krijg je dus dat je hier een golflengte krijgt die 2/3 lengte is van de totale lengte. Nou, dus lambda is 2/3 maal de lengte. Ook hier weer frequentie kun je berekenen. V gedeeld lambda en de frequentie zal dus ook weer hoog worden. De frequentie is nu 3 keer de grondtoon. En zo kun je doorgaan. Ja, een derde boventoon, weer een halve golflengte erbij. De lengte heeft nu twee golflengtes, dus de golflengte is een halve van de lengte. Frequentie weer berekenen en die wordt weer hoger, etcetera, etcetera. Iedere keer komt er een halve golflengte bij. Hoe ontstaat nou zo'n type golf in een snaar? Wel, in zo'n snaar ontstaat een golf. Een gewoon lopende golf. Ja, dat is hier de blauwe. Je ziet hem inderdaad van links naar rechts lopen. Zo'n golf die zal dan hier tegen het uiteinde botsen en op zijn uiteinde kaatst hij terug. En de teruggekaatste golf, dat is hier de roze golf. Die roze golf die gaat natuurlijk ook hier weer botsen en dan komt hij weer terug. En dan wordt het weer de blauwe golf. En de lengte is nu precies dusdanig dat ze elkaar in een bepaald punt hier zullen roze en blauw elkaar constant versterken. Vandaar dus dat het koord omhoog wordt gesweept en naar beneden wordt gesweept, constant. En het is ook zodanig dat hier die twee golven elkaar precies tegenwerken. Dus hier ontstaat een knoop. Ja, en op de andere punten natuurlijk op precies dezelfde manier weer. Je krijgt dus hier een interferentie van twee golven. En die twee golven die hebben zo'n frequentie dat er precies zo'n patroon ontstaat. Een patroon van een golf welke stil lijkt te staan. Het loopt niet van links naar rechts. Vandaar dat we het resultaat van die twee interfererende golven noemen een staande golf. En die staande golven die hebben dus allemaal specifieke frequenties, waardoor je dus mooie staande golven kunt krijgen die je hier nu kunt zien. Nou, de bovenste vorm, dat noemen we de grondtoon. En alle andere vormen, ja, dat zijn de boventonen van de snaar. Ja, bij iedere snaar hoort een bepaalde frequentie en een bepaalde golflengte. Ja, en je ziet dus, je begint met een halve golflengte.
en iedere keer komt er een halve golflengte bij. Onthoud dat, je begint met een halve golflengte en iedere keer komt er een halve golflengte bij. Een voorbeeldje. Nou, stel je voor, een gitaarsnaar heb je 1,10 meter lengte, dat is op zich een normale lengte voor een gitaar. En in zo'n snaar is de golfsnelheid 288 meter per seconde. Wel, gevraagd wordt frequentie en daarna gaan we weer even verder kijken. Eerst meld het je eventjes onderdeel A. Zo, eventjes de gegevens in het rood. En apart opschrijven, let op, hè, de lengte natuurlijk in meters, dus 1,10 meter, niet 110 centimeter. En gevraagd wordt de frequentie van de grondtoon. Oké, frequentie wordt gevraagd. Dus je begint natuurlijk met op te schrijven de meest bekende formule. Frequentie is V gedeeld door lambda. V weet je, en een golflengte, nou, grondtoon. Dus dan is er een halve golflengte in het koord. Oftewel, die 110 centimeter is de helft van de golflengte. Dus de golflengte zelf is het dubbele van. Dus 220 centimeter, oftewel 2,2 meter. Nou, dan is het een kwestie van invullen en berekenen. En dan zie je dus dat de grondtoon 131 hertz is. 131 hertz is de frequentie van de grondtoon. Vervolgens wil men niet 130 hertz horen, maar men wil een frequentie hebben van 400 hertz. Dat betekent dus dat je de lengte moet veranderen. De lengte moet dus geen 110 centimeter meer worden, maar je moet de vinger ergens neerzetten, zodat de snaar korter wordt en zodat de frequentie hoger wordt. De nieuwe lengte is natuurlijk nog wel een halve golflengte. Dus gevraagd wordt eigenlijk een afstand. Dus wat je eigenlijk moet weten is, hoe groot is de golflengte? Nou, golflengte kun je weer berekenen met de formule. Lambda is V gedeeld door F. Je weet V en je weet F, de nieuwe F, hè, want we wilden 400 hertz hebben. En dan krijg je dus dat de nieuwe golflengte 0,72 meter is. Maar let op, dit is de totale golflengte. De snaar is de helft van de golflengte. Dus de snaar zelf, die moet 36 centimeter groot worden. Eventjes, wat betekent dit eigenlijk? Dat hij dus op 36 centimeter van de onderkant van de snaar de vinger moet plaatsen. Dus, dat is, daar moet hij hem plaatsen. Ja, hier moet de vinger komen, zodat dit stukje hier 36 centimeter is. En dit stukje hier, dat wordt in trilling gebracht. Hier komt dus een staande golf in de grondtoon. Ten slotte, gevraagd de frequentie van de vijfde boventoon van de snaar. Oké, de vijfde boventoon, bij iedere boventoon komt er een halve golflengte bij. Dus er komen 2,5 golflengte bij en je begint met een halve golflengte. Dus in totaal heb je dan 3 golflengtes op de snaar staan. 3 golflengtes op 1,10 meter. Dat betekent dus dat 1 golflengte een 0,37 meter is. He, afgerond. Ik werk natuurlijk straks wel met onafgeronde waarden. Verder. Goed. Wat is dan de frequentie? Wel, de frequentie weer V gedeeld lambda. Je weet V, lambda weet je ook. Dus de frequentie van de vijfde boventoon is 785 hertz. En dat is het einde van het voorbeeld. Je hebt ook muziekinstrumenten die niet met snaar gaan, maar die werken met een luchtkolom. Ja, je hebt een kolom lucht hier in de fluit. En die luchtkolom die gaat ook trillen en daar zal ook een staande golf ontstaan. Ja, dat is in dit geval hier. Ja, aan de ene kant is hij afgesloten, aan de andere kant is hij niet afgesloten. Dat betekent eigenlijk dat je kunt vergelijken met een snaar, waarbij de snaar aan de ene kant is ingeklemd. Dus hier is hij ingeklemd en hier is hij niet ingeklemd. Dus hier kan hij gewoon vrij bewegen. In lucht, omdat er allemaal moleculen zijn die eigenlijk niet echt een binding met elkaar hebben, zal een golf altijd longitudinaal zijn. Maar ik ga
iedere keer met tekeningen bezig met een snaar. Dus ik teken hem gewoon als een transversaal golf. Omdat het gewoon makkelijker tekent. Maar het is eigenlijk een longitudinaal golf. Maar voor het gemak teken hem altijd transversaal. Dan heb je dus hier die luchtkolom. De luchtkolom die hier dus gesloten is. Ja, dus een snaar die vast zit. En aan deze kant is de luchtkolom open. Dus hier is de snaar gewoon vrij. Dat betekent dus aan de ene kant ingeklemd. Dus geen uitwijking. Dan moet het een knoop zijn, want hij kan niet bewegen. En aan de andere kant los. Dus daar kan je makkelijk heen en weer. Dus daar moet wel een knoop zijn. Een buik zijn. Dus aan de ene kant een knoop. En aan de andere kant een buik. Ja, als er dan een staande golf in wordt gebracht, in zijn meest eenvoudige vorm, welke vorm krijgt hij dan? Nou, deze manier. Links een knoop en rechts een buik. Dus, ja, wat voor vorm ontstaat er dan? Ja, laat me even schematisch tekenen. En dan krijg je dus deze vorm. Ja, je ziet dat je hier een halve berg ziet, of een half dal. Eén berg totaal is een halve golflengte. Dus hoeveel golflengte zie je hier? Nou, de helft van de helft is dus een kwart golflengte. Een groot verschil dus met zo net. Zo net begonnen we met een halve golflengte. En je begint hier met een kwart golflengte. Ja, ook hier kun je natuurlijk de frequentie berekenen. En de frequentie is ook hier weer de grondtoon van het muziekinstrument, in dit geval dus een blaasinstrument. Ook dit kun je weer aanpassen. Ja, je kunt de luchtkolom groter of korter maken. En korter is zelfs een kortere snaar. Ja, je krijgt daar een hogere toon. En dat kan bijvoorbeeld met een schuifsysteem dat je de luchtkolom groter of kleiner maakt. Wat ook nog is, is dat de temperatuur invloed heeft. Want temperatuur, hogere temperatuur, betekent een grotere voorplantsnelheid van het geluid. En dat betekent dus dat het ook een hogere toon geeft. Dat is iets waar je wel rekening mee moet houden met een blaasinstrument. Je kunt ook hier net als met de snaar op een andere manier een trilling laten brengen. Let op. Ja, zie je. Ja, nog een keer. Ja, en ja, als je dat in schema dan krijg je dit figuurtje. En ja, wat zie je hier? Hier zie je één berg en een half berg erbij. Oftewel, ja, je hebt hier een extra knoop weer bij en een extra buik erbij. En dat betekent dus, hoeveel golflengtes heb je hier nu? Nou, één berg is een half berg is een kwart. Dus samen 3/4 golflengte, oftewel de golflengte is 4/3 keer de lengte. Ja, het is wel mooi dat net als bij de snaar, ook hier weer er een halve golflengte bij is gekomen. Ja, en dat is wel de overeenkomst tussen snaar en een luchtkolom. Er komt een halve golflengte bij. Ja, nou, de rest is weer gelijk, de frequentie te berekenen. En de frequentie die noemen we hier weer de eerste boventoon van het betreffende instrument. Ja, op deze manier kun je ook weer meerdere boventoon krijgen. Ja, in dit geval hier komt er weer een halve golflengte bij. Ja, oftewel de lengte is dan niet een kwart. Ja, niet 3/4, maar 1/1 golflengte. De derde boventoon, weer een halve golflengte erbij. Ja, de lengte is dus dan 1/3 golflengte en zo gaat het verder. Ja, het is iedere keer komt er een halve golflengte bij. Het enige verschil met de staande golf met twee vaste uiteinden is het begin. Ja, je begint hier met een kwart golflengte en daarna kom je iedere keer een half erbij. Ook hier even een voorbeeld. Ja, je hebt hier een stemvoorkast, duidelijk een luchtkolom aan de ene kant dicht en aan de andere kant open. Ja. En de geluidssnelheid doen we even 343 meter per seconde. Gevraagd wordt, was de frequentie van de stemvork als het zo mooi in resonantie wordt gebracht? Oké.
Goed, de gegevens weer een 25 centimeter, 343 meter per seconde. Let op natuurlijk, het moet in meters, dus de lengte weer 0,25 meter. Gevraagd wordt de frequentie van de stemvork. Dus frequentie V gedeeld lambda, V weet je. Hoe groot is de golflengte? Wel, grondtoon, dus de lengte is gelijk aan een kwart van de golflengte. Oftewel, golflengte is 4 keer de lengte, is 1 meter. Invullen en krijgt dat de frequentie is 343 hertz. De zesde boventoon, wat houdt dat in? Nou, zesde boventoon betekent dus dat er 6 keer een half, dus 3 golflengtes komen erbij. Oftewel, ik heb dan in totaal 3 en een kwart golflengtes op de lengte staan. Dus de lengte is 3 en een kwart golflengte. Oftewel, golflengte is lengte gedeeld door 3 en een kwart. 0,25 gedeeld door 3 en een kwart. En krijg dan een golflengte van een 7,7 centimeter ongeveer. Frequentie kun je dan berekenen weer. V gedeeld lambda invullen. En je krijgt de frequentie van een dik 4400 hertz. Ja, let op, met de significantie wordt dat natuurlijk 4,46 kilohertz. Verder, één stapje verder, en dan krijg je dus een luchtkolom met twee open uiteinden. Ja, dan krijg je dus een trilling waarbij aan links en rechts een open uiteinde is. Dat betekent dus dat je, als je de snaar bekijkt met twee losse uiteinden, dat je links en rechts een buik moet hebben. Nou, als je links en rechts een buik moet hebben, dan moet er wel in het midden een knoop zitten. Ja? En als we dat dan even gaan bekijken, ja, dan krijg je dus als grondtoon zoiets. Ja, in het midden een knoop, links en rechts een buik. Dus schematisch krijg je dus deze situatie. En hoeveel golflengtes heb je hier? Wel, aan de linkerkant een halve berg, aan de rechterkant een half dal. Betekent dus links en rechts een kwart, dus in totaal een halve golflengte. En dat is mooi, want dat is hetzelfde als dat je twee vaste uiteinden hebt. Dat is wel mooi, want die situatie kennen we al. Ja, en dan krijg je dus in feite deze situatie. Ja, je hebt dus, ja, hier heb je grondtoon. Ja, in het midden een knoop, buik, buik. Eerst boventoon, hier buik, daar een buik. En je ziet dus, er is een halve golflengte bijgekomen. Ja, en zo gaat het verder. Maar de situatie is precies gelijk aan twee vaste uiteinden. We eindigen even met een nadenker. Bij lopende golf wordt energie verplaatst. Is het ook bij een staande golf zo? Wordt er iets verplaatst? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Nee, er wordt niks verplaatst. Ja? Het is gewoon een opslagplaats van energie. Van trillingsenergie. In feite hetzelfde iets als een batterij. Een opslagplaats van elektrische energie. Is hier dus een staande golf een opslagplaats van trillingsenergie. En dat is dus eigenlijk bewegingsenergie en potentiële energie. Dat was het weer eventjes. Ik zou zeggen, tot ziens, tot een volgende keer.